Op woensdag 7 oktober verzamelden meer dan 100 kinderen zich in het Kyocera Stadion voor het tweede ASIVO ADO Den Haag G voetbaltoernooi. Een initiatief van SGK, ASIVO en ADO Den Haag in de maatschappij. Door een erehaag, gevormd door de selectie van ADO Den Haag en spelers van het vrouwenteam, liepen de kinderen over de spelersbrug het veld op. Met op de achtergrond het welbekende OO Den Haag en als speaker niemand minder dan Kees Jansma. Daarna opende Lex Schoenmaker officieel het toernooi en kon een middag vol sportief plezier beginnen. Hey jongens, hoe gaat het vandaag? Ja, prima, goed. Hebben jullie al gewonnen? Ja, houdt uit. Nee. Wat heb je allemaal gespeeld? Ja, twee wedstrijden hebben we gewonnen. 3 punten uit 6. En deze wedstrijd hebben we helaas met 2-0 verloren. Jij vertelde net dat je zelf ook al een doelpunt hebt gemaakt hier in het stadion. Ja. Hoe ging dat? Vertel eens. Heel mooi doelpunt gemaakt. Rechterbeen. 1 keer kruising. En dat is echt mooi doelpunt, echt waar. Hey Erwin, hoe gaat het vandaag? Top! Wat is nou het leukste om hier in het stadion te voetballen? Alles! Hey, en heb je al gescoord vandaag? Nee, wel. Ja, maar wel bijna. Hey, wat vinden jullie ervan om hier vandaag in het echte stadion te spelen? Leuk, want ik ben hier nog nooit op het echte gras gestaan. Dat mag ook niet, maar nu mag het. En wat is daar dan het leukste aan? Omdat je gewoon hier mag opspelen en je kan echt spelers dichtbij ontmoeten. Ik heb al heel veel handtekeningen gescoord. Vito Wormgoor is ambassadeur van het toernooi. Ik werd gevraagd en daar zei ik eigenlijk direct ja op. En vorig jaar natuurlijk meegemaakt, nou, was ik ook hartstikke enthousiast. En hartstikke leuk initiatief natuurlijk van ADO en ASIVO. En ik denk dat het... dat we nu alweer ziet dat het een groot succes is. Wat is nou het leukste om te zien vandaag? Ja, die plezier van die kinderen. Maar ook dat ze balen bij een tegengoal of dat ze verliezen. En zoveel emotie gaat er in die kopjes om. Het zal soms bij ons denk ik niet meer staan bij het eerste. En wie is nou jouw lievelingsspeler bij ADO? Maak haar van mij, Ruben Schak. Wormgoor, Hagenaar, Duppelan, Burgstein, Beugelsdijk.